Monster. We hebben daar een nieuwe raad, de Feyenoorder. Verder zagen we hier deze speler. En dat was inderdaad Eddy Pieters Graafland. En vandaag hebben we weer een nieuwe oud Feyenoorder. Ook weer van vroeger. Dat is deze speler. Wat kan ik vertellen en verklappen? Hij heeft ook voor de aartsrivaal gespeeld. Voor Ajax. En rond 1983-84 voor Feyenoord. Nog een tip. Hij heeft het voornaam van De Mol. De zoon van John De Mol. Nou, dan weet jullie wel verder wie het is. Qua voornaam. Wie is deze oud-speler van Feyenoord en Ajax? Laat het onder weten in de reacties. Dan zeg ik ja. Oh ja, jullie kunnen dit weekend, vandaag of morgen, genieten van de Wilzerudy Sinterklaasjournaal. Dat wil ik even zeggen. Laten we kijken. En zeg op tijd zoals nu. Doei!